precies moe, Kim? Zo. Zal ik mezelf interviewen anders? Oké. Okay. Ja. En Jean, hoe was je zomer? Ja, geweldig, hè. Ik had goed weer, een beetje te warm soms, maar veel opgetreden, veel mensen gezien. Ja. En je bent ook op vakantie geweest, Jean. Ja, ja, ja. Naar de zon, want ik vond het hier wat te fris. Dus ik dacht, ik ga naar een zonnig eiland waar het eigenlijk frisser was dan hier in België. Hé, hey, ben wakker. Oké. Okay. Ik had al geen vragen meer. Het werd al stressen. Ja, het werd moeilijk. Het werd moeilijk. Zingen in het Nederlands of zingen in het Frans? Aha. Steek meteen van wal, noemen ze dat. Dat is een hele moeilijke. Ja, Nederlands sowieso, omdat je zit in Vlaanderen en het is een dilemma. Het is een dilemma, ja. Je moet kiezen. Ik moet kiezen. Nederlands. Allee, ik heb juist een... Ja, maar ja. Ik moet kiezen. Ik kan niet kiezen, vandaar dat ik dan ook in de twee talen zing. Frans is gewoon, is ook een heel mooie taal om in te zingen. Engels heeft dat ook, hè. Vlaams is op zich de moeilijkste taal om in te zingen. Dat klinkt misschien heel raar, maar... Nee, het moet juist zitten. Ah, wel, je weet dat, Ship of Dreams, Accession, heel mijn leven eigenlijk, voordat ik solo ging, heb ik in het Engels gezongen. En dan heb ik gezegd van, kijk, nu ga ik in het Nederlands gaan. En ik heb daar, en dat is geen zever, 3 maanden op gewerkt, gelijk een onnozelaar, om een klein beetje... Deftig kunnen klappen. Te klinken in het al zingend. Dat is zo anders van klanken, van plaatsing van stem. Dat is heel raar. Dat is echt heel raar. Dat heeft mij 3 maanden heeft me dat gekost van mijn leven. Ja. Maar het is het waard geweest. Dank je wel. Dus zing in het Nederlands, hè? Ja, tof. Dan vind ik... Ja, pas op. Het volgende dilemma slaat daar een beetje bij aan. Doorbreken als schilder... Of internationaal doorbreken? Ik had niet gezegd dat het makkelijk zou zijn. Nee, hè? Goh, ik zou internationaal doorbreken zeggen dan. Want uiteindelijk, muziek is nog altijd, het is nog altijd een basis. Weet je, dat is, als je mij morgen zou zeggen van je mag alleen nog maar schilderen, dat zou ook goed zijn, maar ik denk niet dat ik gelukkig zou zijn. Nee? Nee. Dat is... Voor mij 1 uitlaatklep dan artistiek, maar met een basis is sowieso zingen, mensen, dat menselijk contact, het optreden. Mensen vragen me dan ook van optreden of in de studio. Dat is ook 50-50. Er zijn tijden dat je in de studio zit en dat je zin hebt om dingen te creëren en om met klankjes en met mixen bezig te zijn. En dan zijn er momenten dat je echt zegt van oké, man, nou heb ik het allemaal gehad, nu moet ik gewoon naar buiten. En, tussen het volk en ik ben zo iemand, ik heb dat nodig. Ik heb dat echt nodig. Ja. Maar schilderde sowieso nog veel? Ja, in de zomer sowieso niet. Want ik zeg het, mijn tijd is nu... naast optreden is het slapen en met de familie dan nog bezig zijn en de kinderen wat entertainen. En dat is het. En hier een beetje staan te schilderen. Oh. Ja, deze kotje heeft nog een laagje nodig. Zo. Maar nee, ik vind dat wel heel fijn. Het leuke vind ik dat op aanvraag te kunnen doen. Dat vind ik heel fijn. Omdat ik nu bij ons thuis hangen er een stuk of 5-6 werken al op. Maar mijn muren zijn vol. Ik heb geen plaats meer. Ik heb nog wel de muren anders. Ah, wel, ja, maar ik doe dat heel graag met plezier. Als jij mij zegt van... Het liefst van al, wat ik het leukste vind om te doen, zijn portretten. En daar moet je een beetje mee amuseren. Ja, maar nee, dat is nu te veel wal. En ja, maar ja, dat kunnen we bijwerken. Dat is, dat is geen probleem. Hè. Maar dat vind ik het fijnste om te doen. En dat gaat van stijlen zo, gaat dat van heel clean, zo'n beetje zeefdruk, toon op toon een beetje zo, naar echt street art met graffiti, met precies posters die je van de muur... Also, weet je, zo'n postermuur die afgeleefd is. Met daar dingen op, zo. Dat vind ik ook heel fijn om te doen. En alles wat er een beetje tussen is. Zo. Ja. Okay. Vraag mij nu niet om een landschap te schilderen. Dat zal heel Salvador Dali dan zijn. Ik wou net zeggen, maar, er is geen Monet of Manet nu. Ja, nog niet, hè. Nog niet, hè. Zeg maar, nooit, het is, nooit. Kan nog komen. Maar het is niet. Je hebt mensen, ik ben niet geschoold ook op dat gebied. Ik doe ook maar mijn dingen, ik volg mijn gevoel. En
En ik pik met mijn ogen en dat ik zie ah, zoiets. En dan probeer ik daar een beetje een eigen draai aan te geven. Maar je hebt echt ja, tegen de echte schilders, om het zo te zeggen, die uit hun duim gewoon dingen schilderen die superrealistisch zijn. Ja, dat is allez, hoedje af, dat is niet aan mij besteed. Ja. Altijd in onderbroek rondlopen? Ja. Of nooit meer een leren vest dragen? Holle jong, ik doe de twee zo graag. Je hebt het nadeel dat ik je een beetje ken, hè? Ja. Dus dat kan... Ja, thuis, ik loop ik altijd in mijn onderbroek rond. Ik vind dat geweldig. Ja, ik moet dan toch gaan voor nooit meer een leren vest dragen. Dan ga ik voor een skyvest, hè. Dat is geen leren. Maar wel altijd in onderbroek rondlopen dan. Altijd en overal. Nee, hè. Als ik nooit meer een leren vest draag... Ah ja! Snap je? Dan kan ik een skyvest dragen en toch nog... Oh, want ja, gaan niet optreden eerlijk, in je onderbroek, eerlijk. Dat is... Ja, allee, dat zal misschien een keer eens marcheren, hè. Maar... Ja. Ja. Ik ben de plantrekking. Mm-hmm. Verleden veranderen of toekomst beïnvloeden? Ik zou sowieso... Verleden kunnen toch niks meer aan doen. Ja, maar ja, stel dat je het kunt, hè. Nee. Verleden niet? Ik zou gaan voor toekomst beïnvloeden, want dat kan ik sowieso. Dat kan elke mens. Want elke beslissing dat je neemt, beïnvloed je je toekomst. Dus ik doe dat al. En ik zie nu nadenken. En hoe ben je dan de toekomst aan het beïnvloeden? Omdat uw gedachten, wat dat je denkt, en dat bepaalt voor een groot stuk hoe dat je leeft en hoe dat je een toekomst er gaat uitzien. Als jij... Ik zeg dat tegen heel veel mensen van... Er komen soms mensen naar mij die zeggen van oh, ik heb iets voor, ik ben ziek of het gaat niet goed op mijn werk. En die zitten dan letterlijk in een negatieve spiraal. Mm-hmm. En het enige dat je kunt doen om daar komaf mee te maken, is letterlijk die spiraal verbreken met positiviteit. Maar hoe doe je dat zelf? Stel je nu, je hebt een slechte dag. Ja, wel. Wat ik doe, is het volgende. Je hebt van die momenten, ja, iedereen heeft zo eens een dag dat je denkt Tuurlijk. Van kon een dag maar voorbij zijn. Maar het probleem is van dat je zit dan in die negatieve spiraal. Je denkt negatief van, goh, het zal toch niet lukken, het zal toch niet... Waardoor dat je op die moment dat ook aantrekt. Als je op die moment, wat dat ik doe, als er zo een dag begint dat je denkt van, hé, mannetjes, wat is deze weer al, zeg, meen het deze? Dan stop ik even met alles wat ik aan het doen ben. Letterlijk? Letterlijk. Pauzeknop. Ja, pauzeknop. En dan doe ik mijn ogen toe. En dan zie ik voor mij, want visualiseren, dat is ook heel belangrijk in het leven. Dingen zien, wat je wilt en hoe je het wilt, visualiseren. Is van, ik zie zo'n knop, je hebt van die grote knoppen zo. Eigenlijk bijna een hendel. Ja. Wat dat er hier... goed staat en daar slecht. En die hendel staat dan op slecht. En dan zie ik mij letterlijk, pak ik die hendel vast en dan zeg ik, slak. En ik zet die op goed. En dan denk ik eigenlijk van, wat ben ik nu aan het zagen? Hè? Over wat hebben we het nu eigenlijk? Want meestal is het futiliteiten. Dat. Hè? Zijn het futiliteiten waar we ons zenuwachtig om maken? Meestal, ja. Zeg ik. Hè? Bon. Ja. Voilà. En dan denk ik van, oké. Een goeie dag. Ik wil een toffe... goeiedag hebben. Dank je wel. Je moet dan zeggen, je moet het vragen wat dat je wilt, niet het in de toekomst. Niet zo, ik zou graag, nee, want dan katapulteer het in de toekomst, in het hier nu leven. Nu. Ja. Ik wil een goede, toffe, zonnige, plezante, positieve dag hebben. Alsof dat je het bestelt online of op een catalogus, whatever, noem het zo. En dan zeg je, dan voel je dat je dat gekregen hebt, van wat dat je dan met een glimlach. En dan zeg je, dank u wel dat ik een fantastische, toffe, relaxe, positieve, goeie dag heb gehad vandaag. Daar ben ik heel blij en dankbaar voor. Voilà. En dat werkt. En dan zet jij je eigen van de ene moment op de andere. Dat is gelijk een radio. Dat zijn frequenties dat je opzet.
Wilde jij naar Radio 2 luisteren, dan draaide jij op naar je knop of dan duwde jij op je knopje tot als je op Radio 2 komt. Dan ga jij niet stoppen bij M&M of Q Music. Nee, daar willen we niet naar luisteren. Radio 2. Tik, tik, Radio 2. Frequentie. Word je daar gelukkig van? Ah ja, want ik wil Radio 2. Tuurlijk. Voilà. Oké. Okay. Volgend wel, dilemma. Ik ga die wel onthouden, hè? De hendel. Yes. Volgend dilemma. Een vrouw met een perfect lichaam of een vrouw vol zelfvertrouwen? Zelfvertrouwen, sowieso. Sowieso, want wat is een perfect lichaam? Dat is relatief, hè? Mm-hmm. Wat dat jij perfect vindt, ga ik denken van... Nee. En omgekeerd. Dus een vrouw vol zelfvertrouwen vind ik de max. Waarom? Ja, ik vind dat tof. Iemand die zoiets heeft van, oké, mannen, deze is het. Take it or leave it. What you see is what you get. Ik vind dat tof. Recht door zee. Olé, olé. Maar je hebt het al een twee. Voilà. Ja. Ja. Ja, ik ben nog altijd even gelukkig op alle gebieden met ons, madame. Ja. Mooi, die polletjes kissen. Ja, dat is ook zo. En dat is elke dag zeg ik dat. En ik zeg dat ook tegen haar. Hoeveel jaar getrouwd? Oh, data. Dit jaar 15 jaar. Hè. Ja, jubilee. Ja. Vandaar dat we ook eens naar Mauritius gegaan zijn. Ah, was dat daarvoor? Oh, een beetje toch. Hè. Ja, ja, ja. Ja. Je moet niet lachen, gij. Hè? Nee, mopje. Ja, weet je, dat is sowieso met de kids erbij. En dan hebben wij daar een diner aangeboden gekregen, omdat het onze jubilee was. Kei tof. Allee. Ja. En een taart. Voilà. Ja, het was een beetje te veel, want die taart wisten we niet. En we hadden al zo Poefen. Een drie gangen menu met een dessert, alles erop en eraan. En dan nog eens en dan taart. Opeens kwamen ze van happy birthday met zo'n taart. En wat ik zo'n... Oké. Okay, ja. En de volgende 15 jaar gaan dat... Nog beter, hè? Alleen maar zo. Hè. Is dat een copy-paste van de voorbije jaren? Je kunt dat nooit, hè. Je kunt dat nooit. En dat is ook het spannende. Anders zou het saai worden, hè. Het toffe vind ik... Ja, maar je kunt de toekomst beïnvloeden, hè. Heb je ja, natuurlijk dat. Maar ik zeg dat ook, van als het altijd hetzelfde is, zou het ook saai zijn. Dus ik vind dat heel fijn dat je samen evolueert van jong koppeltje samen, huis bouwen, kinderen erbij... En alles wat er daar dan ook mee te maken heeft. Uw job ook dat evolueert. Ik ben nu de laatste, dit jaar denk ik al, dat ik 5 jaar mijn independentie vier. Zijnde van dat ik alles zelf doe. Van platenfirma, management, boekingen, alles er bovenop. Ook nog eens zelf doe. Wat dat dan ook andere... dynamieken geeft op heel veel gebieden. Je krijgt het veel drukker op sommige mm-hmm. dingen. En dat heeft alles, is een soort motor, zeg maar, waar dat je soms dingetjes wel een beetje moet aanpassen en zien van, op hier een beetje bijsleutelen. En dat vind ik fijn. Dat vind ik fijn, want dat geeft een andere dynamiek op andere momenten. De zomer nu bijvoorbeeld, dat worden mijn momenten dat je denkt, wat moet ik eerst doen en hoe dan en wat. Is nu Christel, zonder K3, want dat is de voorbije jaren dat is wel een, nog altijd geweest. En hoe doe je dat dan? Dat is ook een andere dynamiek. Zij is nu met veel dingen voorbereidend thuis bezig. Wat dat dan gemakkelijk is, want zij is thuis en de kinderen zijn thuis. Ja, daar kan ik nu niet over uitweiden. Dat zullen we wel zien. Maar, dus ze is met heel veel dingen daar bezig. Wat voor haar dan ook anders is. Ik ben bijna... dat is ook weer overdreven van bijna niet thuis. Maar heel veel op de baan. Dus dat, ook dat. En dat maakt het spannend. Dat is iets, als mensen mij vragen van... wat zijn de twee tips die je kunt geven voor een koppel? Ik moet heel veel... Keihard werken, nooit thuis. Nee. Wat ik altijd zeg, is... Ik speel heel veel trouwfeesten. Ja. Is dat akoestisch of is dat met de liveband zo? Ook door voor haar, omdat dat als openingsdans heel veel gevraagd wordt. En dan
als die mensen dan in hun openingsdans en toptraining is gedaan, dan ga ik daar naartoe en zeg ik, kijk mannen, zeg ene gouden raad, communicatie. Ik zeg, babbel met elkaar. Begin niet met dingen op te kroppen. Ik ben iemand, ik vind het geweldig om 's avonds op mijn gemak, met een goed gevoel te gaan slapen. Ja. Als er zo'n iets is... Dat zeg ik of, altijd, nooit meer ruzie gaan slapen. Nee, nee. Dus maar gewoon in een koppel, dat, met elkaar praten. En gewoon zien dat je op dezelfde golflengte zit, give or take, want ja, hè, je zit altijd wel natuurlijk. En ja. Twee, hou het spannend. En hoe doe je dat? Ja, door op momenten dat je het misschien niet verwacht, een keer eens met een bloemetje of een flesje cava thuis te komen of een attentie of te zeggen van, à la minuut zeggen van, up. Kindjes bij oma en opa, we gaan eens iets gaan eten. Of ja. we doen iets samen met de meisjes erbij. Zo als verrassing. Doe of, jij dat dan? Of is dat Christel die meestal de aanzet geeft? Oh, de twee een beetje. Er zijn momenten dat ik... maar je moet daar ook je tijd voor nemen. Mensen zeggen altijd, ik heb daar geen tijd voor en dat bestaat niet. Dat is dikke zever. Geen prioriteit. Dat bestaat. Maar geen tijd bestaat niet. Als je geen prioriteit geeft aan dingen, dan gaat dat opzij liggen. Dus je moet soms prioriteit geven aan... Tijd nemen met elkaar. Ja. Prioriteit ja. voor tijd. Of zo. Belangrijk. Vandaar dat ik ook in de vakantie ook altijd zeg van... 2 weken, wat er ook mogen gebeuren, dan mag je... Jon Bon Jovi mij nog vragen van... Kom mee op tournee. Nee. Nee. Dan ga ik een optreden zeggen, met Jon Bon Jovi dan ga ik zeggen, of congé. Dan ga ik... Ja, nee, dan ga ik... Als het in mijn congé valt, dan ga ik op congé. Ja. Hello, John. Yes. I have a... Can you send an email to info at... Zalig. Ja. President voor 1 dag ja. of maar 3 uur slaap nodig hebben? Geen enkel van de twee. Politiek, ja, dat is mijn ding niet. Ik zeg dat heel dikwijls van mannetjes, man, ik zou niet in die mannen hun schoenen willen staan, want je kunt nooit goed doen voor iedereen. Dat is altijd, het is altijd iets voor iemand zo, waardoor dat altijd, ja. Maar 3 uur slapen, ja, ik slaap ook wel graag. Maar ja, dat je maar 3 uur slaap nodig hebt. Ja, hè? Ik weet het, maar ik vind dat wel tof. Ah ja, dus, ik vind dat ja. wel tof. Maar ik zou dan gaan voor 3 uur, ja, voor de slaap. Als dan toch. In hoeveel uur slaapt jij meestal? In een ideale wereld zouden 8 uur moeten kunnen slapen. Ja. Ik dan toch. Ah ja. Dat is niet altijd het geval. Maar het voordeel is wel dat je in de zomer... Ik ben nu ook heel veel in de week aan het optreden. Er zijn momenten dat je echt... Ja, dat je 2, 3 uur 's nachts nog pas thuis komt. Dan heb ik meestal... Het geluk vandaag was dat niet. Vandaag moest ik en laat thuis en vroeg opstaan. Maar dat je toch nog een klein beetje kunt uitslapen. Maar door kinderen te hebben en elke dag om 6:30 een wekker te hebben... Kun je ook niet meer uitslapen. Kun je ook niet meer uitslapen. Echt, nee, dat gaat niet meer. Ik weet niet wat dat bij u zit, ja, maar ik kan dat bijna niet meer. Als je dan een keer kunt uitslapen... Dan zijn ze op dat uur sowieso wakker. Oh. En dan denk ik van, deze gaan we toch echt niet doen. En dan probeer ik mij zo... En dan de helft van een tijd kun je terug in slaap vallen, maar de andere helft niet. En dan denk je, oké, opstaan, koffietje drinken en een beetje wakker worden. Ja. Ja. Nooit meer seks of nooit meer een telefoon? Oh, nooit meer telefoon. Ja. Dat zijn zo momenten... Ik mis dat soms vroeger. Zo de jaren 80. Het was zo simpel allemaal, het was zo simpel allemaal. Het was zo simpel als, ja, vraag voilà. Het aan. Echt waar. Als ik wekelijks met die bedenking niet maak van zo de simpelheid van... Je moest iemand bellen en je moest een telefoon pakken. Toet. Heb je dat nog geweten met een rut? Ja, en dan... Ja, niemand pakt op. Of een antwoordapparaat al in die tijd. Ja, en dan... Ah, nee, ja. Ik zal straks wel eens terugbellen. Hoe zalig is dat? En nu is alles zo... Als je
één dag niet op een mail antwoordt van Jean, kunt jij of kunt jij niet... Eén dag? Dan, 4 uur? Ja, maar ja, bij wijze van spreken. Dus dat, ja. dat mis ik wel. En ik heb mezelf ook voorgenomen van meer... Hè, want nu is dat... Die telefoon ligt altijd naast u en je krijgt daar... Telefoon, sms'en, mails, meldingen van al de social... Dat heb ik al afgezet, sowieso. En al die groepen op... wat is het allemaal? En WhatsApp en... Dus heb ik nu zoiets van... Ik ga, als ik in mijn studio zit, ga ik die gewoon op stil zetten. Buiten. En ik ga gewoon 2-3 uur gewoon mijn ding doen. Dat ik mij ook kan focussen met wat ik bezig ben. En als ik dan zeg van ik ga een koffie gaan halen. Of oké, dan kan ik eens even checken. Zien, een kwartier. Weet je zoals Mauritius, wat je op vakantie echt waar? Gedaan hebt. Zo s'avonds echt waar? Een keer checken. Ik heb dat gezegd tegen ons, madame. Ik zeg, ik ben nog nooit zo relax en op het gemak geweest van sinds dat je die telefoon kunt wegdoen. Want dat is altijd, ja, hoe dat je het draait of keert, een soort... Ja, stress is nou niet het goede woord, maar jawel. Ik noem het een druk van, Nee. Hoe zit dat met de dochters? Zijn die daar al verslaafd? Sowieso, maar verslaafd zou ik nog niet zeggen. Maar dat begint wel, hè. Ja, dat is ook logisch, hè. Dat is nieuw voor hun en die vinden dat geweldig. En dat is met de vriendinnetjes en daar kunnen sowieso niet van tussen. Dus ja. Ze mogen dat. Tot op een bepaald punt wel, tot als wij zeggen van... Oké, leg de telefoon nu maar even opzij, nu gaan we iets anders doen. En dan vinden ze dat niet erg? De ene dag wat minder erg dan de andere, maar op zich is dat is ook een soort bezigheid. Hè. Wat ik vroeger in de grote vakantie, dan gingen wij allemaal in onze fiets in de buurt rondrijden en ravotten en kampen bouwen en pijl en boog schieten in het bos. En had ik nog met een Atari en dan wel een beetje met een Atari spelen en doen zij dat nu ook? Dat is op een ander level. Maar, en hebben zij dat nu ook, dat er bij komt? Dus je moet toch een beetje met je tijd meegaan, denk ik. Je moet niet zeggen van, dat mag niet. Maar overdrijven. Ja, met alles... Ik vind dat ook zo. Het is zo een beetje een fake wereld, toch? Hè? Facebook en alles is zo, happy. Iedereen filtert erover. En kinderen zijn daar toch gevoelig voor. Net alsof de likes die ze krijgen en... Allez, zet jij daar gevoelig aan? Nee, maar ik ben bang dat mijn dochter dat wel gaat hebben. Ja, maar ik denk dat onze taak is als ouder om, en wij zeggen dat ook van mannen, dat is maar een druk, hè. Dat stelt niks voor, hè. En dan zeggen wij van als jij aan het scrollen bent en jij vindt soms een toffe foto, like jij die dan altijd? En dan zeggen zij ook van, soms niet. En dan denk ik van, voilà, vind je dat dan een slechte foto? Ah nee, dat is een toffe foto. Maar ja, soms denk je daar niet aan. Dat je denkt, tof, en je scrollt door. Maar je zet er wel, je communiceert daar ook. Tuurlijk, over. Maar je moet dat ook. Ik vind dat onze taak als ouder is om daar zijn heel fijne aspecten aan. Omdat je dingen kunt zien van vrienden en dat je altijd weet van, de chef zit in... De Jean zit weer op Mauritius. Zit in Disneyland of... maar dat is ook heel fijn. Dat heeft heel positieve kanten, maar dat mag geen gevangenis worden. Nee. Voilà. Dus, zoals ik altijd zeg, het onderste uit de kan is altijd aangebrand. Te veel is te veel. Dat is één dat ik van ons madame gepikt heb, hè, die onderste aan de kan. Ja, dus je moet gewoon zien dat je niet overdrijft. Drink jij graag een wijntje? Tof. Drink geen fles wijn. Nee. Voilà. Altijd de waarheid zeggen? Of altijd moeten liegen? Oh nee, de waarheid zeggen. Altijd, hè? Ja. Altijd, ja. Hè? Dat kunnen nog altijd. Dat kunnen nog altijd. Weet je, vroeger noemden ze mij zo een olifant in een porseleinenwinkel op dat gebied. Nu, ik ben met de jaren een klein beetje milder geworden. Is het waar? Maar je kunt nog altijd. Zo, boom, bam. Ja, klinkt het niet dan botsend? Ja, dan nu ook weer niet, maar toch zo. Dat kan ik zoiets je niet van, voorstellen van u. Ja, dat ik zei van, wat een slechte tekst is dat. Of van, ik bedoelde dat dan niet zo, maar... Ik vind het is niet altijd gemakkelijk om de waarheid te zeggen zonder dat je mensen daarbij moet kwetsen. Maar, ja, ik krijg bijvoorbeeld, om je een idee te geven, ik krijg heel veel mensen die mij mail sturen met songs.
dat ze zeggen van, Gene, wij hebben een song geschreven, wij vinden dat dat op je lijf geschreven is, wat vinden we ervan? En dan zeg ik altijd mijn mening, dan zeg ik van, kijk, toffe song, maar niet voor mij. Zo, of maar dit, ja, daar kom je makkelijker mee weg. Hè? Reggae, ja, nee, dat is ook moeilijk, omdat dat ook heel persoonlijk is, omdat die mensen, die hebben ook hun hart en ziel, hun tijd daarin gestoken, hun energie daarin gestoken. En ja, dan is er een zanger die gaat zeggen van, nee, ik ga dat niet opnemen. Dat komt altijd, ja. Dus dan zeg ik van, kijk mannen, hè, soms is het, of de stijl, dat ik zeg, ja, ik ben nu wat meer in die richting bezig. Maar dan probeer ik ze ook wat een positieve draai aan te geven. Van, kijk mannen, luister eens naar die en die songs, want dat vind ik wat meer, wat ik nu... Maar dat is een beetje zo, dat kun je wel, hè. Eén, er een positieve draai aan geven. En twee, jij kunt ook veel zeggen met je humor, hè. Jij komt met veel weg, hè. Ja, maar dat is ook... En je hebt het dan wel gezegd. Ja, dat is waar. Eigenlijk wel, ja. Maar nee? Jij hebt dat toch ook? Ja. Nu? Zie, ja. Ja, maar ja. Allee. Ja. En ik vind dat wel plezant dat je dat... Want dat is een soort van bevrijding, want je hebt het wel gezegd, maar zonder dat dat... Ja, maar ik vind uiteindelijk... iedereen heeft recht op zijn mening. Sommige mensen op social media die gaan dat dan wel een beetje te letterlijk nemen en dan heel negatief. Dat probeer ik dan niet te doen. Ik denk gewoon van, als je niks goed te zeggen hebt, dan zwijg ik meestal. Ja. Dat zegt dan bij mij dan genoeg. Ja. Als ik iets goed vind, ga ik echt zeggen van, amai man, deze vind ik echt zalig. Ja. En dan mag dat nog iemand zijn die je niet echt genegen ligt of zo, dat je denkt van, die mens, ja, of ik heb daar niks mee, maar dan ga ik nog altijd zeggen, ah wel, tof. Dank je wel daarvoor. Ik heb er nog eentje. Ah. Ai, ai. Twee keer zo klein. Nog kleiner, of wat? Allee, jong. Of twee keer zo snel verouderen. Twee keer zo klein? Ja, wat zeg ik dan nog? Een Ewok? Kan ik in Star Wars meespelen? Ik ga voor de Ewok, hè. Na. Voilà. Een Ewok. Ja. Een jonge Ewok. Ja, ja. Verouderen. Maar je hebt er geen last van, hè? Goh, ja. Heb je een brilletje? Iedereen heeft... Een... Ja, dat is... Jawel. Je vraagt dat graag, hè. De zon schijnt, hè. Maar nu hebben we kleine oogjes, omdat het een hele straffe lucht is, natuurlijk. Ja, nee, ik mag niet klagen. Ik heb... anders... Gaan de mensen zeggen van, wat is dat met die mensen die moet slapen? Nee, ik mag niet klagen, weet je. Ik heb het voordeel, dat zijn de genen van de kant van mijn moeder. Mijn grootmoeder kan ook, die was tot haar laatste dag, had die velken om dat je denkt van, maar allee, hoe is dat toch mogelijk? En onze moeder heeft dat ook. Die heeft... Ja, voor uw leeftijd, allee, ça va. Hè? Ja, dat is pure natuur, joh. Puur natuur. Echt? Ja. Ene keer in het jaar ga ik zo eens naar een huidspecialist, dermatoloog, om zo wat, dat ik zeg van, met scrubs en heel, ja, dat, ik vind dat niet plezant, hè. Maar dat is zo. Ene keer in het jaar. Maar dat is niet botox en zo, hè? Nee, dat is niet inspuiten, dat is het wat gladder maken. Zeg. Ja, en wat dat die dan ook doen is ozon. Dat is lucht. Dat is iets... Inspuiten of wat is dat? Ja, dan? Ik weet dat. Dat is zo... Nee, dat is zo prikjes of zo, maar dat is ozon, ja, is dat. Ozon, voilà. Ozon. En voor de rest is dat, geloof het of niet, behalve ons madame die dan occasioneel zegt van, allez, zet u neer, en die begint dan zomaar met zalfjes. Maar dat is zo ene keer in... Ja, af en toe. Zalig. En voor de rest, geloof het of niet, heb ik de truc van mijn grootmoeder overgenomen. Gewoon met een blauwe pot Nivea. Oh, jee. Een blauw potje. Echt waar. En water drinken. Ja. Zuiverend. Ja, maar echt waar, want dat is voor heel je lijf goed en dat is ook voor je huid goed. En als ik zo... Ja, je hebt van die periodes dat je weinig water drinkt. Dan voelde dat aan je huid, dat je zo... en dat is niet goed. Mm. Dus nu ben ik weer... Dat is voor de stem ook heel goed. Het enige nadeel is, als je dan heel veel in de wagen zit... Constant pipi.
Oh yes. Number one. Allee, kom. Dus nu, pas op, want je moet wel met het idee leven dat je dus twee keer zo klein wordt. Hè? Dus jij moet nu krimpen, hè, als we gaan slapen. Oké, okay, dan. Krimp. Krimp. Hoi. Ga mijn stem dan ook twee keer zo hoog zijn? Dan word jij een beetje... De smurf. De smurf. Woehoe. Nu nog in blauw. Een blauw potteke. Een blauw potteke. Ik ben al niet ver. Slaap wel. Slaap wel, Kim.